Jeroen Linssen, jij schreef een boek over hebzucht met dezelfde titel, namelijk Hebzucht. En wat we de laatste weken hebben gezien is dat we massaal zijn gaan hamsteren. Nou, als er iets hebzucht is, is dat er wel natuurlijk, hè? Valt dat onder jouw definitie? Nee, dat valt toch niet onder mijn definitie. Mijn definitie die gaat het terug item. Op de middeleeuwen. Wat zeg je? Daar gaat het item, zei ik. Nee, dat valt wel mee. Komt goed. Kijk, mijn definitie die zegt eigenlijk van... iemand is hebzuchtig als die meer wil hebben dan die strikt nodig heeft. Ja, ik denk dat die spullen nodig zijn. Ik vind hamster ook niet netjes op dit moment... Maar het zijn toch allemaal nog noodzakelijke dingen die mensen hamsteren. Maar wel misschien meer dan ze op dit moment nodig hebben. Hè? We zagen de minister-president, die zei we kunnen nog 10 jaar poepen. Ja. Ja. Nee, dat is waar. Het was natuurlijk zo dat Marx ook al gezegd had. Het heeft niet zoveel zin om meer eten in te slaan dan je op kunt. Ja. Je hebt geen 10 magen, maar 1. Maar vind je het geen naartrekje om te zien dat we in tijden van angst dus kennelijk denken dat dat een soort veiligheid is? Ja, nee, dat is wel zo. Kijk, ik ben politiek filosoof. Ik kan de maatschappij eigenlijk altijd vanuit twee gezichtspunten bekijken. Aan de ene kant heb je natuurlijk Aristoteles, de oude Griekse filosoof, die ervan overtuigd was dat de mens... gericht was op maatschappelijkheid, op samenleven. Dus Aristoteles ging er eigenlijk van uit dat een mens niet egoïstisch is, maar zich eigenlijk wil inzetten voor het geheel. En aan de andere kant heb je Thomas Hobbes, de beroemde Engelse filosoof, die zei nou, de mens is alleen maar gericht op zichzelf, ja. en is een egoïst, en die moet getemperd worden. Dus je hebt een stevige overheid nodig. En die trekjes zie je allebei nu. Wat je eigenlijk vandaag ziet, He, wat je vandaag ziet, is precies die twee dingen. Je ziet aan de ene kant natuurlijk dat hamsteren, waar jullie mee begonnen. Maar aan de andere kant zie je toch ook echt nu in een crisis... dat mensen wel degelijk grote mate van zelfverantwoordelijkheid kunnen nemen... maar ook verantwoordelijkheid voor de ander. Dus we zien eigenlijk de twee gezichten van mijn vakgebied. Ja. Hobbes en Aristoteles tegelijk. Ja. Nou, dat zie je niet vaak volgens mij... Nu zien we een overheid hè, die maatregelen heeft afgekondigd die onze vrijheid heel erg beperken. Hoe kijk jij daarnaar als politiek filosoof? Toch op een wat langere termijn. Als je beseft dat overheden eigenlijk al 150 jaar in het teken staan van... wat Michel Foucault gemunt heeft als biopolitiek. Dus dat de politiek eigenlijk één grote opdracht heeft... en dat is namelijk zijn bevolking of haar bevolking gezond houden. Dat is niet altijd zo goed. We kennen nog tijden waarin de overheid het gezag... de overheid, zeg maar, de regering zich vooral bekommerde om het territorium. Landjepikspelen noemden we dat vroeger. Ja, gelukkig doen we dat niet meer. Dat doen we niet meer. Nee, maar wat je wel ziet hè, in de bevolking is dat er een hele grote roep is om een lockdown. Wat vind jij daarvan? Ja, ik zou dan toch weer terugkeren naar waar ik net mee begon. Ik denk dat de wijze waarop op dit moment het in Nederland gebeurt, eigenlijk op de langere termijn het beste is. Dat is namelijk aan de ene kant... overheid die wel degelijk paal en perk stelt aan bepaalde vragen. Maar een overheid die tegelijkertijd ook verantwoordelijkheid geeft aan de burger zelf. Een totale lockdown, dan geef je geen enkele verantwoordelijkheid meer aan de burger zelf. En de vraag is, hoe lang gehoorzaamt een burger? Ja. Ja, nou helder. We kunnen hier volgens mij een heel college aan gaan wijden. Ja. Daar hebben we jammer genoeg geen tijd voor... Hartstikke bedankt dat je hier in de studio, in de uitzending wilde komen. Dankjewel. Oké. Dankjewel, Jeroen.